and your wife and your settee. Don't wanna be mistreated by me, your bourgeoisie. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I read the newspaper, well, what do I see? A politician with kids doing his best for me. I'm in a bourgeois town. I'm in a bourgeois town. I've got the bourgeois blues, go spread the news around. I've got the bourgeois blues, go spread the news around. Fuma! Bata! Fui! Kaka! Hamisa! Sigina! Ntabo! Ndakaza tini wakaka pake kwaterka nalimi pape! Yabaki bon malakunga wo! Ya! 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 Bon 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 bon. I walk into a park for some fresh air. I meet a journalist with no money for beer. I'm in a bourgeois town. 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 I've got the bourgeois blues, go spread the news around. I've got the bourgeois blues, go spread the news around. I've got the bourgeois blues, go spread the news around. I've got the bourgeois blues, go spread the news around. Thank you.
shorty listen, kiss geen kant meer op. Ik draai die om, look die een beetje dichterbij. Was zwaar drinken, geet het praten wat. We zoenen voort, maar we komen hier net bij. Dat is nou west, dat is nou oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou west, dat is nou oer, dat is al lang voorbij. Zoe wat vreeg je, maar doe sliepst al wel. Als straks wekker wust, dan roepst al maar om mij. De moine lieden, wie is zo voor het laatst uit bed. Maar ik zal die helpen, je yeah, elke keer op mij. Dat is nou west, dat is nou oer. Dat is al lang voorbij. Dat is nou west, dat is nou oer. Dat is al lang voorbij. Is nou net alles zijn, was is het woest. Is nou net alles die in mijn mij. Vertel me hoe het aast een vierde moet. Die net te leeuwen, maar dan bist er net meer bij. Dat is nou west, dat is nou oer. Dat is al lang voorbij. Dat is nou west. Dat is nou oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou west, dat is nou oer, dat is al lang voorbij. Dat is nou west, dat is nou oer, dat is al lang voorbij. Ik wil wel liedjes met een verhaaltje maken. Maar ja, ondertussen wil ik ook wel uit de elektronische geluiden en dingen ook alles halen wat erin zit. Dus ik wil ook dat het een beetje stuitert en dat je erop kan dansen en dat soort dingen. Kijk, Zea is ooit begonnen met vijf mensen. En op een gegeven moment waren het er twee. Ik schreef altijd de liedjes. En vroeger zat er een drummer bij en een bassist en nog een gitarist en zo. En iemand die de elektronica deed. Op een gegeven moment ben ik met die jongen die de elektronica deed, zijn met z'n tweeën verder gegaan. En we hebben heel veel getoerd, ook al, ja, over de hele wereld ook. En we waren iets te vaak op tour in Rusland. Dus die jongen Remco, die altijd de toetsen deed en zo, die ontmoette daar de drumster van een Russische band. En nu... woont hij in Sint-Petersburg, is hij getrouwd, heeft hij een kindje en doe ik het in mijn eentje, zeg maar. Kijk, Nederland is klein en de rest van de wereld is nogal groot. En dat is ook wel leuk. Toen ik net van de middelbare school kwam, had ik wel het idee van, ik wil wel reizen. En dat ging ik toen ook wel doen. Ik ben toen in Kenia geweest, in Australië en Thailand. Maar op een gegeven moment kom je erachter. En dat reizen is wel leuk, maar je moet wel wat te doen hebben. En in Australië, toen was ik al gitaar aan het spelen, ook aan het busken op straat en zo, en dat soort dingen. En ik dacht van, dit is wel de manier om een beetje in contact te komen met mensen en zo. En 21 was. En nu heb ik ondertussen in 35 verschillende landen opgetreden, denk ik. En, vorig jaar heb ik 150 optredens gedaan. En gewoon ook in, weet ik het hoeveel, in 20 verschillende landen. Dat is wel krankzinnig, ja. Maar dat is wel iets wat ik heb opgebouwd in meer dan 10 jaar, zeg maar. Dus een stapje in de auto met alle spullen en een geluidsband erbij. En dan speel je overal. Dan ben je iedere dag onderweg. En overal kom je weer nieuwe mensen tegen die op je zitten te wachten. En die met muziek bezig zijn. En
Zo werkt het een beetje. Ja, het is waanzinnig.